Voor de vierde dag op rij heeft de actiegroep Extinction Rebellion gedemonstreerd. Dit keer blokkeerden zo'n 320 klimaatactivisten het autoverkeer op de Europa-boulevard, op de Zuidas. We zijn hier omdat hier de macht is. Dit is waar al de geld is, de grote bedrijven en de banken. Dus wie maakt al die beslissingen in Nederland? Niet ons, niet burgers, maar de grote bedrijven en de lobbyisten. Ik ben ontzettend boos, want onze levens, de natuur, de planeet, wordt in de waagschaal gesteld. Wat moet er gebeuren is dat die vieze lobby eruit gaat en dat burgers meer mee mogen doen en mee mogen beslissen. De klimaatactivisten weigeren om weg te gaan en zijn door de politie afgevoerd naar een ander deel in de stad. Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat ze actie voeren, want activisten willen blijven demonstreren, niet alleen in Amsterdam. Zolang het nodig is, blijf ik actie voeren. We gaan over hele Nederland acties voeren en dat doen we ook.